Over het werk van de inlichtingendiensten doen we nooit mededelingen. Het zou wel naïef zijn, hè? Als de rest het wel doen, wij niet. Over het werk van de inlichtingendiensten doen we nooit mededelingen. Dag meneer Schoof, ik heb een vraag over de aanval op Nord Stream 2. Er zijn de afgelopen tijd meerdere berichten over naar buiten gekomen. Er wordt meer gewezen naar Oekraïne. Twee van uw ministers zeiden afgelopen dinsdag voor de camera's: het is eigenlijk te vroeg voor conclusies. Maar ik begrijp dat een van de PVV-ministers dezelfde dag toch heeft gevraagd naar consequenties voor Oekraïne. Klopt dat? Nou, in ieder geval is de lijn die wij hanteren dat het op dit moment te vroeg voor conclusies is. Daar bestaat ook overeenstemming over in de ministerraad. En dat we het onderzoek in Duitsland afwachten. Keek u er gek van op toen daar naar gevraagd werd? Nou, ik snap vragen, overigens ook van u. Dus ik snap vragen van iedereen. Ook van de PVV-minister? Ik snap vragen van iedereen. De lijn van het kabinet is, en die is ook door iedereen onderschreven, we wachten de onderzoeken uit Duitsland voordat we überhaupt het gesprek beginnen over of er daaraan consequenties moeten worden verbonden. Dus het klopt dat mevrouw Faber naar consequenties heeft gevraagd? Nee, u vult nu in. U zei dat u al vragen begreep. Ik snap vragen van iedereen, heb ik gezegd. Wilt u dat bevestigen? Klopt het dat daar een discussie over is geweest afgelopen dinsdag? Nee, ik wil er helemaal niks over bevestigen. Ik snap dat het jammer is. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat de lijn van het kabinet is. En de lijn van het kabinet is, we wachten af wat er uit de Duitse onderzoeken komt. En ik heb hier ook al eerder vorige week gezegd, de eerste vraag is, komt het Duitse Openbaar Ministerie inderdaad bij de rechter tot de veroordeling? En dus ook de vraag, waren het Oekraïners die de aanslag hebben gepleegd? En de tweede vraag is of je überhaupt kan bewijzen, en dat is ingewikkeld, dat heb ik vorige keer ook gezegd, of er staatsmogendheden zijn geweest die dat gesponsord hebben. Ja. En dan pas kom je aan de volgvragen toe en dat duurt nog heel lang. Er is geen discussie binnen het kabinet over de steun aan Oekraïne? Er is geen discussie over de steun aan de Oekraïne. De steun aan de Oekraïne, ook in het hoofdlijnenakkoord, is volstrekt helder. Ik weet even de Nederlandse uitspraak niet meer, maar de Engelse uitspraak die we daar steeds over hebben, is as long as it takes, as much as needed. Oké, okay, dank u wel. Ja, Niels Goedegebuur, ANP. Meneer Schoof, mag ik misschien toch nog heel even terug naar de verwarring eerder deze week over die asielcrisiswet. We hebben u horen zeggen dat dat niet voor Prinsjesdag wordt, maar dat het wat langer gaat duren. Kunt u iets preciezer zijn dan dat? Nee. Ik heb inderdaad gezegd, en overigens de minister Faber en ik zijn het daar volstrekt met elkaar over eens, dat de asielcrisiswet, dat vereist echt zorgvuldigheid. Het neemt even tijd om die asielcrisiswet te maken en te zorgen dat die ook juridisch houdbaar is. Daar zijn veel zorgen over. En dat vereist dat we dus ook echt zorgvuldig met dat wetsvoorstel moeten omgaan. Hij komt er, daarover geen enkel misverstand. En we verwachten dat dat na Prinsjesdag zal zijn. Maar een exacte timing kan ik niet geven. Die zorgvuldigheid, die zit hem die ook in het overleg met de Europese Commissie, wat ongetwijfeld nu loopt. En de aanvankelijke toch scepsis die doorklonk in de reacties uit Brussel? Nou, de zorgvuldigheid zit vooral nu in het wetgevingsproces zelf. Maakt het kabinet nog wat uit of daar een Zweedse sociaaldemocraat zit, ook qua timing van de presentatie van die asielcrisiswet, of misschien een commissaris van een wat rechtsere signatuur, zoals goed denkbaar is? Nee, voor ons is belangrijk dat dat wetsvoorstel goed onderbouwd door de ministerraad kan worden aangenomen. Als we dat doen, dan zetten we ook de vervolgstappen. Rechts van je dan. Ja, even vervolgvraag. Want u zegt hij komt er, hè, die asielcrisiswet. Dus als er nou adviezen komen die zeggen, ja, het is juridisch onhoudbaar, wat is dan de reactie van het kabinet? Nou, kijk, wij zullen zorgen dat die naar onze beleving juridisch houdbaar is. En ik denk dat de adviezen die nadat wij het in het kabinet hebben aangenomen, dan gaan we kijken hoe de adviezen daarover volgens zijn. En ongetwijfeld zal er intern ook een goed juridisch debat plaatsvinden met de ambtenaren over de houdbaarheid van het voorstel. Maar ik ga er zonder meer van uit dat wij met een asielcrisiswet gaan komen. Ja, dus de conclusie dat het juridisch houdbaar is of moet zijn, die is al getrokken eigenlijk binnen het kabinet. Nou, er zijn meer adviesinstanties dan de ambtenaren bij de departementen. En die zijn ook belangrijk voor het kabinet. Dus laten we eerst zorgen dat we in het kabinet tot een zorgvuldige afweging komen. Maar wel vanuit het hoofdlijnenakkoord. Er komt een asielcrisiswet. Laten we daar nog geen misverstand over laten bestaan. Want dat geeft alleen maar onduidelijkheid en niemand bij gebaat. Er komt een asielcrisiswet. En wij zullen dat doen op een manier die juridisch houdbaar is. Maar
Nou ja, en daarna zien we verder. Ja, want mevrouw Faber zei deze week, hè, ja, we hebben eigenlijk al een asielcrisis, of zo wordt het althans gevoeld. Dat komt deels door al die nareizigers die er nog komen, maar ook door de Oekraïense opvang, hè, die vastloopt. Nu zien we ook dat het draagvlak afneemt, hè, langzaam gestaag. Hoe kijkt u daarnaar? Want u zegt net van whatever it takes, hè, voor Oekraïne, maar je ziet dat dat draagvlak afneemt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik heb meerdere keren op diverse plekken gezegd dat het uitermate belangrijk is in het kader van de veiligheid van Nederland en Europa, dat de Russische aanval wordt gestopt en wordt teruggedrongen. En wat dat betreft is dat is ook de basis waarom we de Oekraïne steunen. Bovendien is de integriteit van het land Oekraïne aan de orde. Er zijn drie redenen om Oekraïne te steunen. Dat blijven we ook doen. Daar zijn ook heldere afspraken over gemaakt. Staat niet in discussie. Dat doen we nationaal, internationaal verband op allerlei manieren. Maar ik bedoel de opvang van ontheemden hier in Nederland. Ja, de opvang. En terug naar de zeg maar opvang hier. We hebben echt grote problemen in de opvang. Daar waar het gaat om de Oekraïners, daar waar het gaat om de asielzoekers. Maar ook met het bericht, er zitten 40.000, dacht ik, nareizigers te wachten om in Nederland te komen. Dus we hebben echt grote issues. Daar moeten we met elkaar wel voor zorgen dat die mensen hier in Nederland toch op de een of andere manier fatsoenlijk opvang krijgen als ze Nederland binnen mogen. En we hebben ons daar wel een aantal ook internationale afspraken te houden. Dus dat is gewoon belangrijk. Ja. En hoe zegt bijvoorbeeld burgemeester Dijksma, zei ja, we verwachten eigenlijk wel iets meer ook van de landelijke overheid, hè, ondersteuning, snapt u dat? Nou, ik denk dat de landelijke overheid samen met overigens de gemeente echt alles doen om te zorgen dat er opvangplekken komen. Maar het wordt steeds moeilijker om die opvangplekken te realiseren, omdat er gewoon heel veel mensen in de opvang zitten, zowel Oekraïners als asielzoekers. Doek. Goedemiddag, meneer Schoof. Jan Hinop van AFP. Ik wil even teruggaan naar de gesprek tussen Netanyahu en Abbas met diezelf. Ik wil even vragen, wat was de aanleiding geweest voor dat telefoontje in het eerste plaats? En dan mijn tweede vraag is, ziet u in de toekomst dat Nederland mogelijk ook een grotere bemiddelingsrol kunnen spelen in de Gaza-conflict? De reden voor het telefoongesprek was tweeledig, namelijk een telefonische kennismaking. En daarnaast het belang onderdrukken van het staakt het vuren. Nederland is in het Midden-Oosten een gewaardeerde partner. Maar ik denk dat bij de start van dit kabinet we ook zo eerlijk moeten zijn om te zeggen dat de nationale prioriteiten waar we nu aan werken op dit moment echt prioriteit hebben. Maar we zullen ons niet onttrekken aan onze internationale verplichtingen. Nou, als er verder geen vragen meer zijn, dan een heel goed weekend. Heel goed weekend iedereen.